Goedemorgen, het is donderdag vandaag. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is 1 uur 's middags. Ik heb de hele ochtend in bed gelegen. Ik heb heel rustig aangedaan omdat ik straks naar de Viva 400 Awards ga. Dus daarvoor moet ik naar Amsterdam. Ik ben nu dus net uit bed gekomen. Ik ga zo even met Milo lopen. En dan ga ik daarna beginnen met me klaar te maken. Ik begin met mijn haar te krullen. En dan kan ik daarna nog heel eventjes liggen om nog heel even uit te rusten voordat ik wegga. Ik ga nu beginnen met mijn haar krullen. Ik gebruik altijd deze krultang van Remington. Vind ik zelf altijd heel fijn werken. Blijft de krullen altijd wel goed mee zitten in mijn haar. En ja, ik ben geen kapper, dus ik doe eigenlijk ook maar wat. Maar ja, je zal het eindresultaat zo wel zien. Okay, je kan bij deze heel handig de temperatuur zeg maar zelf instellen, hoe hoog je het wilt. Ik zet hem altijd vrij hoog. Dan begin ik altijd met de onderste laag. Ik doe even mijn zilversplint af, want dat is nooit heel fijn. Dan doe ik de bovenste laag even vast. Zo. En dan begin ik met de onderste lagen. Die goed warm is. En dan kan ik beginnen. In de onderste laag zit nu krullen, dus nu ga ik aan de volgende laag beginnen. Ik ga nu aan de tweede laag beginnen en na deze laag heb ik nog een laag. Ik heb altijd zoveel haar en dan ben ik altijd lang bezig met krullen, dus daarom doe ik het ook maar niet te vaak. Ik ben klaar met mijn haar krullen. Nu ga ik het even goed laten afkoelen en dan ga ik er straks met een borstel doorheen. Want ik vind het nu wel heel veel krullen en dan als ik er even met een borstel doorheen ga, dan wordt het iets meer slag dan zo'n bos met krullen. Mijn haar is goed afgekoeld ondertussen, dus nu ga ik er even met mijn borstel doorheen. Mijn haar in ieder geval alvast klaar voor vanavond. Tijd om eventjes mijn make-up op te doen. En dan kan ik daarna mijn jurk aantrekken en mijn panty. Ik wacht er altijd maar zo lang mogelijk mee, zodat er niet te veel ladders in kunnen komen. Want ik ben altijd nogal goed in panties slopen. Mijn make-up zit er ook op. Dus nu zo alleen nog mijn jurk aantrekken. En dan ben ik klaar om te gaan. Ik ben klaar om te gaan. Ik heb dit zilveren glitterjurkje aan. Met mijn zwarte laarsjes. Alleen het jammer is dat je tape op mijn been wel ziet. Maar ja, dat is dan maar een extra toevoeging. Ik ben aangekomen in Amsterdam. En mijn zusje is er ook. En wij gaan nu lopen naar de Viva. Mijn zusje kleedt zich even om midden op straat in Amsterdam. Goedemorgen, het is vrijdag vandaag. Gisteren waren we om 12 uur ongeveer terug op Rotterdam Centraal. Dus voordat we in bed lagen was het 2:30. Even hier blijven slapen, want die gaat straks helpen met de kerstpakketten inpakken. Dus daar gaan we zo mee aan de slag. Alle dozen zijn gevouwen en nu kunnen we ze gaan vullen. De eerste pakketten zijn dicht en die gaan we morgen wegbrengen. Gelukkig heb ik vandaag heel veel hulp gehad, want ik had het niet alleen kunnen doen. Goedemorgen, het is zaterdag vandaag. Wij gaan zo de laatste kerstpakketten dichtmaken. En dan gaan we daarna beginnen om ze weg te brengen. Dat gaan we in 3 etappes doen, want het past natuurlijk niet in 1 keer in de auto. We zitten in de auto met de kerstdozen.
je daarachter. Er nu 20 bij en we net al 10 gebracht. Goedemorgen, het is zondag vandaag. En vandaag heb ik echt eventjes een dagje om bij te komen. Ik ga niet zo heel veel doen. Ik lig met mijn been omhoog. En ik ga straks lekker een kerstfilm kijken. En ik ga beginnen met mijn moodboard voor 2020. Vind ik altijd wel leuk om lekker even mee bezig te zijn. Even creatief bezig zijn. En dan krijgt hij daarna een mooi plekje in mijn kantoortje. Dit is hoe ik erbij lig vandaag. Zoals je wel kan zien past de trui heel mooi bij de broek die ik aan heb. Maar dat geeft helemaal niks als je een lekkere nachtje op de bank hangt. Goedemorgen, het is maandag vandaag. Ik heb tot 12 uur denk ik ongeveer in bed gelegen. Ik heb wel gewoon eventjes gewerkt. Ik heb mijn mailbox bijgewerkt. Eigenlijk is vandaag eventjes een vrij dagje. Ik had een dag extra vrij ingepland voor mezelf. Om bij te komen van alles. En dat heb ik ook echt wel even nodig. Want mijn kuit aan het been waar de slijmbeersontsteking en peesontsteking zitten ze ook mee gaan doen. Dus als ik nu sta of mijn been naar beneden zit, dan loopt mijn kuit eigenlijk langzaam vol met vocht. Dus ik lig eigenlijk de hele tijd met mijn been omhoog. Dat is de enige manier om hem eventjes te ontzien. Gelukkig kan ik morgenmiddag naar de fysio toe, dus hopelijk kan hij hier iets aan doen. Ik ga voor het eerst in mijn leven zelf erwtensoep maken. Dit doe ik met een vers pakket van Albert Heijn. Ook deze is weer glutenvrij. En aan dit pakket kan je zelf nog verschillende soorten vlees toevoegen. Dit doen wij niet. Ik doe er wel rookworst bij voor Lorenzo. Maar voor de rest gebruik ik alleen de ingrediënten die in het pakket zitten. Dit is het pakket wat ik gebruik. Ik voeg altijd gekookt water aan de soep toe, zodat het minder lang duurt voordat het water kookt. Ik moet nu een uur wachten, dan zijn de erwten klaar en dan kan ik de rest van de ingrediënten toevoegen. Zo ziet het er nu uit. De erwten zijn helemaal zacht gekookt, dus die zijn klaar. Dus nu gaan de groentes erbij die ik net gesneden heb. En dan moet het nog een half uurtje koken en dan is het eten klaar. Dus dan als Lorenzo thuis is van zijn werk, kunnen we gelijk aan tafel. Zo, de groenten zitten er nu bij. Nu nog even koken en dan kunnen we eten. Wij gaan aan tafel. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en vandaag komt mijn huishoudelijke hulp. Ik krijg altijd één keer in de week huishoudelijke hulp op dinsdag, op dinsdagochtend. En dat is voor mij echt heel erg fijn, want doordat ik chronisch ziek ben, heb ik niet echt de energie om schoon te maken. Het is lichamelijk gezien ook niet echt mogelijk voor mij, of tenminste niet altijd mogelijk. En doordat de huishoudelijke hulp komt, heb ik gewoon energie over om andere dingen te doen. Dus terwijl dat zij hier is, ga ik eventjes een beetje werken. En daarna ga ik vanmiddag naar de fysiotherapeut toe. Ik ga naar de fysio natuurlijk voor mijn linkerbeen. Ik ben heel erg benieuwd wat de fysio voor mij kan betekenen vandaag. Zondag was ik natuurlijk aan mijn moodboard begonnen. En daar ben ik net mee verder gegaan. En die is nu klaar. En zo ziet hij eruit. Dit is mijn moodboard geworden voor 2020. Ik kom net terug van de fysio. Een beetje slecht nieuws gekregen. Of tenminste slecht nieuws. Ik wist het natuurlijk al een beetje. Mijn kuit zit natuurlijk vocht in. Dat had ik hier ook al gezegd. Zodra ik met mijn been naar beneden zit, dan loopt eigenlijk mijn kuit vol met vocht. Dus ik wist natuurlijk ergens wel al dat het niet helemaal goed was. Het kan of zijn dat mijn spier alleen overbelast is. Maar de fysio, ja, kan dat niet precies zeggen, maar hij denkt eigenlijk dat er misschien een scheurtje in een spier zit of in mijn bindweefsel. Is in beide gevallen, ook bij overbelasting, maar ook bij een scheurtje, niet heel veel aan te doen. Dus ja, mijn been omhoog liggen en echt rust nemen. Dus de komende dagen breng ik echt eventjes liggend door met mijn voet omhoog en eigenlijk mijn hele been omhoog. En dan hoop ik dat het dan rond kerst een beetje beter gaat met mijn been. Dus de komende dagen breng ik zo door. Ik heb lekker eventjes een deken erbij gepakt op de bank. Want ik had het echt te koud voor alleen een vliesdeken.
Goedemorgen, het is woensdag vandaag en Jennifer is naar mij onderweg. Ik ken Jennifer via de vlogcursus van Kelly Caressa. En wij gaan samen twee video's opnemen, één voor haar kanaal en één voor mijn kanaal. Als je deze video ziet, dan staat de extra video al online. Jennifer, we hebben net een extra video opgenomen voor alle twee onze kanalen, dus ben je benieuwd. Die van haar komt in ieder geval vrijdag online. En ik denk dat die van mij ook vrijdag online komt, dus als mijn vlog live staat, dan staat die er al op. Ja. Ja. Dus zeker even kijken. Ja, leuk. Als je mijn video leuk vond, doe dan eventjes een duimpje omhoog en laat in de reactie weten wat je ervan vond. Ik hoop dat je volgende week ook weer kijkt naar mijn nieuwe weekvlog die zondag natuurlijk online komt. Tot dan!